Wat als je niet meer thuis kunt wonen? Ga je dan logeren bij een vriendje of een klasgenootje? Maar als dat niet kan, zijn er gelukkig mensen waar je voor een lange tijd of een korte tijd kunt wonen. Dat heet een pleeggezin. Deze uitzending gaat over pleegzorg. Hey, op de koffie bij een pleeggezin. Best spannend, maar ook leuk. Blijf je kijken. Goedemorgen. Hoi, Laura. Hoi. We zitten hier heel vroeg in de ochtend lekker aan het ontbijtje bij Laura. Ja. En Laura zit in een pleeggezin, zo mag ik dat noemen. Hè? Dus ja. Ben jij eigenlijk een pleegkind in dit gezin. Ja. Hoe is dat zo gekomen? Nou, mijn moeder is overleden toen ik 12 jaar was. En ik woonde alleen met mijn moeder. Dus eigenlijk had ik een plek nodig om te wonen. En het eerste jaar heb ik bij mijn opa en oma gewoond in de Haagse Beemden. Maar daarna kon ik heel fijn bij hun wonen. En hoe is het dan om als pleegkind in zo'n gezin te komen? Is dat hoe pas je je aan, zeg maar? Of moet je je aanpassen? Ja. Of? Ik had niet echt het gevoel dat ik me echt moest aanpassen. Alleen, zeg maar, als we bijvoorbeeld op vakantie gingen. Ik ben natuurlijk de enige gekleurde. Dus dan voelde ik me wel een beetje bekeken. Omdat veel mensen naar je kijken. Omdat je de enige bent met een huidskleur of zo. En heel veel mensen dachten dat ik geadopteerd was. Maar ja, ik weet dat die mensen er niks aan kunnen doen. Maar... ja, ik ben niet geadopteerd. Ik ben een pleegkind en daar is wel een verschil tussen. Okay, wat is het verschil dan precies? Want voor de buitenwereld zie je dat natuurlijk niet. Ja, klopt. Maar als je geadopteerd bent, dan krijg je ook de achternaam van de andere van het gezin waar je woont. Ja, dat is nogal een flinke stap, zo'n een extra kind in huis nemen, zo'n pleegkind. Ging dat zonder slag of stoot? Was dat makkelijk om te doen? Toen we hoorden dat Laura eigenlijk geen echte plek meer had om te wonen. Hebben we eigenlijk allebei er een week lang over nagedacht, voor onszelf. Een weekje maar? Ja, eigenlijk maar een weekje. Korter, denk ik. Ja, misschien nog wel korter. Alleen elkaar niet verteld. Dat we erover nadachten en aan het einde van de week zei hij ineens van... ik heb eens lopen denken. Ik zei, ik ook, we doen het gewoon. Dat is mooi. Ja. Dus het besluit was eigenlijk vrij snel genomen. Want ja, je zet een bord erbij en we hadden nog een kamer waar een bed en een bureau in kon. Dus we hadden ook plek ervoor. En zo makkelijk ging het. En toen kwam maandag kwam Laura. Of... ja. Dat was maar zo makkelijk geweest. Nee, het is een heel proces waar je doorgaat. Ja. Kijk, voor ons was de beslissing makkelijk om Laura te willen helpen. Maar alles wat daarbij komt, dat is een heel proces. En dat is misschien ook maar goed ook. Want dat gaf ons ook wel weer tijd om iedere keer na te denken over wat betekent dat voor het gezin, voor Laura, voor onze kinderen. Je hebt nu ergens een diploma hangen, pleegouders of... Nou, een paar dikke rapporten hebben we. Ja, liggen. Dat wel. Ja, hele dikke rapporten. En heel belangrijk is dat Laura betrokken is bij de hele plaatsing. Ja. En dat zij ook haar voorkeuren heeft kunnen aangeven. Ik geloof kinderen vanaf 12 echt inspraak hebben daarin. En dat wordt door de kinderrechter ook zwaar gewogen. Wordt dat überhaupt nu nog gewoond? Ze is in 2012 gekomen, begreep ik. Dus 4 jaar nu. Is dat proces nu afgelopen of blijft dat... Nou, we hebben nadat ze geplaatst is, zijn we dus nog een keertje doorgelicht door pleegzorg, door Just zelf. Normaal gesproken doe je eerst de cursus, de stapcursus. En dan kom je in de bak terecht om pleeg... Die cursus hebben wij dus niet gehad, want Laura kwam gelijk bij ons vanuit het netwerk pleegzorg. Maar dat betekent wel dat we die begeleiding van Just blijven houden. En elk jaar komt er een evaluatie van hoe gaat het nou. En dan komt er een rapport met van bureau jeugdzorg, van de voogd en van de pleegzorgbegeleider. Ja, okay. Die begeleiding blijft totdat ze 18 is. Ja. Okay. Ja. Volgens mij is het een heel leuk gezin waar je in terecht bent gekomen. Ja. Wat zou je als tip dan voor andere ouders, wat zouden andere ouders dan moeten doen? Of als ze merken dat hun pleegkind verdrietig is of zich eenzaam voelt of zich trut, wat zouden ze dan moeten doen? Is daar wij hebben vooral echt gepraat samen en dat hielp erg. We zijn samen op vakantie gegaan. Je maakt samen nieuwe herinneringen waardoor het gewoon... veel fijner wordt. Ik heb bijvoorbeeld ook een mama-kist. Een kist met allemaal foto's van mama. En allemaal dingen van mama. Gewoon, we hebben dingen gemaakt samen. Waardoor het gewoon wat makkelijker wordt om erover te praten. En ermee te doen en zo. Okay. Dus dat soort dingen.
een beetje meegaan in de beleving van het pleegkind. Van wat er wel echt over praten, niet binnenhouden. Want dat had ik op het begin ook, dat ik er niet over wou praten. Omdat ik zeg maar moe was van het de hele tijd verdrietig zijn. En ik wou niet de hele tijd de aandacht hebben. Ach, ja, zoiets. Niet de hele tijd weer dat verdrietige meisje, weet je wel. Dus, maar je moet er gewoon vooral echt over praten. Zo, ik ben weer heel veel te weten gekomen over de pleegzorg. Wat weet jij eigenlijk van pleegkinderen en pleegzorg? Misschien iemand die verpleegd wordt. Dat is een gezin die voor kinderen zorgt die niet meer thuis kunnen wonen. Ja, dat is iemand die voor kinderen zorgt. Dat is met kinderen die in een pleeggezin wonen en die dan bij andere ouders thuis wonen. Ja, dat is als je iemand in huis neemt die zelf niet meer thuis kan wonen. Bijvoorbeeld een kindje of een wat ouder kind. Mensen die niet meer thuis willen wonen. Ken je kinderen die een pleegkind zijn? Nee. 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 Nee, ik zelf niet. Nee. Of zou je zelf een broertje of zusje willen als pleegbroer of pleegzus? Ja, want dan zou je misschien iemand kunnen helpen die niet thuis woont. Ja, dan kan je nieuwe vrienden maken. Nee, want ik heb al genoeg aan mijn broer. Ik heb al genoeg broertjes en zusjes. Ja, omdat ik dan de verantwoordelijkheid krijg om op ze te passen. Nou, het lijkt me op zich wel gezellig, maar ik denk dat ons huis daar te klein voor is en dat het dan allemaal ruzie wordt. Dat is niet zo handig, dus ik denk het zelf niet. Er zijn mensen die heel veel weten over pleegzorg, dus daarom zijn we nu bij Just. U weet veel van pleegzorg. Kunt u uitleggen of het moeilijk is voor andere kinderen te zorgen die niet meer thuis kunnen wonen? Ja, dat kan ik wel hoor. Het is best wel moeilijk om voor andere kinderen te zorgen. Maar het geeft ook heel veel voldoening. En je krijgt er ook heel veel voor terug als je voor een ander kindje zorgt. En als mensen interesse hebben of meer willen weten, dan kunnen ze altijd bij Just, bij ons, dus vragen voor meer informatie. Ofwel telefonisch, ofwel per e-mail. Het kan allemaal, want we hebben nog steeds heel veel pleegouders nodig. Hoe oud moet je zijn om pleegouder te worden? Je moet minimaal 21 jaar zijn om pleegouder te worden. Je mag alleenstaand zijn, je mag getrouwd zijn, je mag in een gezin met kinderen zijn. Dus iedereen vanaf 21 jaar kan zich aanmelden voor het pleegouderschap. Ik wil niet zeggen dat je allemaal pleegouder wordt, maar iedereen mag wel zich aanmelden en verder gaan in het traject om het trainingsprogramma te gaan volgen. En dan kijken we samen of dat het pleegouderschap bij die mensen past. Want je hebt natuurlijk ook stabiliteit nodig en rust. En de mensen moeten ook wel een goed plekje in huis hebben om kinderen op te kunnen vangen. Dus dat speelt ook allemaal mee. Dus dat is best wel veel hè, wat erbij komt kijken. De bossen van Chattime wensen dat alle kinderen veilig thuis kunnen wonen. Maar als dat niet kan, zou het super zijn als u pleegouder wordt. Kijk dan op just.nl.